J-E-E-K-A-S-T. Jee Kast. Dat is mijn pseudoniem. J is mijn initiaal. Enfin, dat is het initiaal van Joost. En Kast, dat komt eigenlijk van een eerste figuurtje wat ik ooit heb gebruikt in een dichtbundel. Ja, ik probeer eigenlijk alles te doen waar dat taalcreativiteit in zit. En ik schrijf poëzie. Soms sta ik ook met poëzie en muziek op podium. Dus dan heb ik bandleden die mij begeleiden. En dan komt zo in de buurt van kleinkunst. Of soms is het echt met een cadans en dan lijkt het heel hard op rap. Dat is ja, gewoon woordkunst. Wat doe je als er lust voor de deur staat? Als er een lust van het plafond hangt die niet meer werkt, grijp je dan naar kaarsen? Zag je dat spinnen? Heb je die hoek van de kamer al gezien? De thema's die ik gebruik voor poëzie en te schrijven, meestal zijn het relaties of menselijke interactie. Gewoon omdat we zoveel zijn en omdat er gewoon zoveel verschillende facetten zijn van hoe we met elkaar moeten omgaan. Ik heb handen vastgehouden van vrouwen waar ik steeds van dacht dat ik ze pas los zou laten als ze oud en verrimpeld waren. Mijn laatste bundel die ik heb uitgebracht is een bundeltje met allemaal foute openingszinnen. Dus als je op café gaat en je zoekt een manier om een vrouw te versieren, eigenlijk alle zinnen die je niet zou moeten zeggen, die heb ik dan gemaakt. Je lijkt wel een leeg cd'tje. Ik snap niet waarom ik zo op u gebrand ben. Hoe bedoelt je? Nee. Ik ben een eikel. Laten we daar gewoon van profiteren. Ik vond hem een goed optreden geven. Er zat goede afwisseling in. Het was plezant, leuk, komisch sommige momenten. En het sprak de mensen aan, want ik kreeg toch veel applaus. Ik vond het optreden van hem meesterlijk. En dat je een tekst die geschreven staat, dat je die dus hoort op een manier alsof het muziek is. Ik zou zeker in de toekomst nog komen kijken als er zo op zulke optredens komen. Wat ik zelf voor mij verwacht is dat ik gewoon kleine zaaloptredens zou kunnen doen. En mensen gewoon met taal en gevoel zou kunnen engageren. Ja, doe me dan alleen maar die een donker Grimberg. Discovery Channel.